Meneer Krijsselee, we zitten hier bij elkaar het einde van 2009 en ik heb u een presentatie zien geven over de grootste trends die er eigenlijk nu in deze samenleving plaatsvinden, financieel, vergrijzing, gezondheidszorg. Wat staat nou u voor 2010, wat is nou het belangrijkste wat in uw hoofd op dit ogenblik zich afspeelt? Nou, het belangrijkste wat we op dit moment meemaken natuurlijk, het is de week van Kopenhagen. Dus naast gezondheidszorg, vergrijzing speelt het milieu een belangrijke rol. Ik hoop dat we daar wat flinke stappen gaan zetten. Wij zijn als bedrijf natuurlijk daar niet alleen in geïnteresseerd, maar ook in staat om een bijdrage te leveren. Energiezuinige verlichting. We zien wat ons toch allemaal erg aan. De pot van de gloeilamp. Nou, er zijn nog een hele hoop gloeilampen te kopen en er komen een hele hoop hele mooie LED-gloeilampen. Dus ik denk dat wij daar een grote bijdrage aan kunnen leveren. En we zien dat als een sector die ook weer aan de groei kan gaan bijdragen. Als je jaren vergelijkt, 2009, 2010, dan hebben we, 2009 hebben we de recessie achter ons, of we hem echt achter ons hebben. Maar we hebben in ieder geval de grootste teruggang hebben we achter ons. En we zullen natuurlijk met z'n allen, macro-economisch gezien en als individuele bedrijven, proberen in 2010 de groei weer een beetje terug te krijgen. Het leek alsof voor Philips niet zo dramatisch was de recessie. Nou, die was voor ons natuurlijk net zo dramatisch als voor ieder ander. We hebben met dezelfde marktomstandigheden te maken. En als je keek naar het eerste half jaar, dan hadden we toch een terugvallende omzet vergeleken met het jaar daarvoor van 18-19% in de eerste twee kwartalen. Dat lijkt me redelijk dramatisch. Het grote verschil met een paar jaar geleden is met de portefeuille die we in 2001, 2002 hadden, zouden we miljarden verlies gemaakt hebben. En nu gaan we het jaar toch weer met een bescheiden, maar nette winst afsluiten. Ongelooflijk, met 18-19. Hoe komt dat? Wat is het verschil? Waarom kun je nu 20% daling hebben van de en dan nog met een winst sluiten? Nou, omdat je een andere portefeuille hebt die iets minder gebaseerd is op kapitaalintensieve productie. We zaten toen sterk in de halfgeleiders, in de elektronische bouwstenen. Dat zijn fabrieken die veel kapitaal vragen. Dat is procestechnologie. En als die fabrieken niet op volle capaciteit draaien, ja, dan schrijf je een hele hoop af op je kapitaal. En dat gaat natuurlijk het resultaat in. Ook veel meer outsourcing eigenlijk. Nou, het is een verandering. We doen wel meer outsourcing, maar het is niet de outsourcing alleen. Het is gewoon een ander type industrie, meer in de gezondheidszorg. Ook in verlichting zie je dat als je naar verlichtingsoplossingen toe gaat, dat betekent dat je niet alleen maar de hardware maakt, maar dat je daar een stukje systeemoplossing bij doet, een stukje installatie, service en onderhoud. Dat minder kapitaalintensief is en dat dus je omzet, voor iedere euro omzet, hoeven wij minder euro's aan kapitaal in fabrieken en machines te investeren. Dat is wellicht ook het geval. Maar personeel is ook niet zo ontzettend makkelijk, is ook een vrij fixe kost, zeker op een jaarbasis. Is dat ook omdat een hoger percentage geoutsourced is, dat het flexibeler wordt? Nou, we hebben een goede spreiding wereldwijd en we zien natuurlijk dat in Amerika en in Azië de flexibiliteit van de factor arbeid toch wel wat groter is dan die in Europa is. Maar ook in Amerika, daar hebben we natuurlijk toch, we hebben dat vorige week nog eens een keer gezien, toen wij net de grote acquisities gedaan hadden, eind 2007 van Respironics en Genlyte. Toen zaten we op een piek van zo'n 33.000 medewerkers in Amerika. Dat is een anderhalf jaar tijd teruggelopen naar iets meer dan 22.000. Flexibilisering. Iets waar andere bedrijven last van hadden, financieel. Dat de financiële industrie niet goed werkte. Dat je daardoor gewoon last had. Was dat voor Philips een punt? Hebben wij ook wel mee te maken gehad. Vooral aan de kant van het financieren van de handel. Dus we hebben wel distributeurs gehad waar we voorzichtiger moesten zijn met het geven van krediet. Die soms geen exportkredietgarantie meer konden krijgen als wij exporteerden naar een land. Dus dat heeft hier en daar zijn invloed ook wel op de omzet gehad. Maar niet in overwegende mate, moet ik zeggen. Ja, dus het is meer eigenlijk uw partners die een probleem hadden met de financiering en niet zelf. Ja, en als die partners op zich goed draaiende ondernemingen waren, dan konden wij daar zelf ook wel een beetje aan helpen. Als ik kijk aan de kant van de gezondheidszorg bijvoorbeeld, waar we samen met de Rabobank een financieringsjoint venture hebben om onze ziekenhuisklanten aan kapitaal te helpen als dat nuttig en noodzakelijk is. Daar hebben we iets meer in gedaan, ook in 2008. En dat heeft meer naar de positieve kant geholpen. Nog even een vraag over uw indruk. Van die financiële sector is enorm gegroeid in de afgelopen 10, 15, 20 jaar. En die ging spectaculair in crisis in.
Heeft dat uw beeld nog eigenlijk van die industrie veranderd? En de manier waarop we daarmee omgaan als geavanceerde industrieën, landen? Nou, ik ben nooit een groot fan geweest van allerlei afgeleide producten. Waar alleen een wiskit die afgestudeerd is in hogere wiskunde nog iets van begrijpt. En waar in banken maar heel weinig mensen binnen de banksector zelf zijn die precies de details van al die producten begrijpen. Ik denk altijd, je moet weten wat je verkoopt, maar je moet vooral ook weten wat je koopt. En we zijn natuurlijk iets te ver de derivatenhandel ingegaan met al die verpakte en herverpakte producten. En dat heeft geleid tot de situatie in het financiële systeem zoals we nu meemaken. Waar een deel van de economische groei die we dachten te hebben, natuurlijk geen echte reële groei was. En die hebben we dus ook fors afgeschreven het afgelopen jaar. Het is een beetje de dotcom weer hetzelfde. Hè? Dotcom was een heleboel lucht en toen met de bankwereld ook. Uiteindelijk is het toch wel prettig dat het ook weer normale dingen zijn die je ook moet begrijpen voordat voordat je ze moet accepteren. Ja, dat lijkt altijd wel behulpzaam om een economie op gezonde basis te groeien. Wij handelen in echte producten, die kan je pakken, die kan je zien, daar kan je iets mee doen. En ik denk dat... Het soort economie is waar we het ook in de toekomst van zullen moeten hebben. Ja, daar bent u een groot voorstander van. U bent ook degene die ingezet heeft om van de consumentenelektronica en van de chips eigenlijk meer naar de gezondheidszorg te gaan als een sustainable business. En dat gaat eigenlijk over die tweede trend, die vergrijzing. Dat gaat gewoon door, hè? Crisis of geen crisis. En hoe is die ingestoken weg? Hoe beïnvloedt dat, Philips? Nou, we zien natuurlijk gewoon, als je naar de demografie kijkt, dat we met een groeiende wereldbevolking, met een betere gezondheid en dus een hogere levensverwachting toegaan. Dat betekent hogere eisen aan het gezondheidszorgsysteem overal, zowel in de ontwikkelde wereld. En daar gaat het dan vaak over de pan uitreizende kosten van de gezondheidszorg. Maar ook in ontwikkelingslanden, waar het gaat over hele basieke toegang tot gezondheidszorg van de goede kwaliteit. En dat is een trend die gaat onverkort door. Die is door de crisis niet echt veranderd. Mensen worden in goede en slechte tijden ziek. En je ziet dus ook dat bij ons de sector gezondheidszorg eigenlijk het minst van de crisis te lijden heeft gehad. In Amerika wel, maar eigenlijk om andere redenen dan de primaire crisisoorzaak. Omdat men daar natuurlijk al zat met een gezondheidszorgsysteem wat ongeveer 17% van het bruto binnenlands product in beslag nam. En wat dan toch wel een probleempje wordt voor een economie. Dus daar hebben we vanuit die hoek wel wat tegenslag gehad. Maar als je naar Europa, als je naar Azië kijkt, ja, met name in Azië, gezondheidszorg ook door de crisis heen sterk groeiend. Nou zit Philips in de hardcore, hè? Eigenlijk de hardcore gezondheidszorg, de ziekenhuizentechnologie. Er is ook een hele kleine divisie die houdt zich bezig meer met gezondheidszorg naar consumenten toe. En de zelfwerkzaamheid van consumenten. En ook internet en beter contact tussen artsen op een andere manier. Dus ook virtueel. Het is nu nog echt een heel klein percentage. Hè? Hoe ontwikkelt dat zich? Nou, ik zie daar heel veel in voor de toekomst. Ik vond het wat dat betreft bijvoorbeeld wel frappant. Dit weekend begon de Gezondheidsraad in Nederland de discussie over moeten we zomaar accepteren dat mensen bewust ongezond leven en de kosten daarvan op de samenleving afwentelen. Hè? Dus de discussie over de relatie tussen een gezonde levensstijl en de kosten voor de gezondheidszorg, die begint steeds prominenter te worden. En ik denk dat wij aan dus enerzijds in de core gezondheidszorg in de ziekenhuizen zitten. Maar dat we ook een hele hoop kunnen doen om een gezonde levensstijl te bevorderen. Daar hebben we een aantal producten voor. Dat is een reeks die we ook uitbreiden. En wij zien dat toch heel duidelijk als een trend die Het is nog super klein. Ik bedoel, we hebben allemaal breedband thuis. En we weten dat gewichten een belangrijk iets is. En preventie en zelfwerkzaamheid is qua omzet, ook al heeft u de producten voor, nog echt miniem. Nee, maar goed, het is altijd belangrijk om bij een zich ontwikkelende trend er vroeg bij te zijn. Je positie in de markt in te nemen. En dit is iets waar natuurlijk we de komende jaren geen gigantische bijdrage in omzet en winst van kunnen wachten. Maar als je gaat kijken over een periode van 10, 20 jaar, dan denk ik dat dit een heel, heel interessant gebied, met name voor een bedrijf als Philips, kan worden. Ja, dus we hebben nu 600.000 mensen hier in Nederland in de gezondheidszorg zitten. En we gaan van twee keer zoveel, hè, mensen van boven de 65, dat gaat verdubbelen.
Duurt het dan nog 10, 20 jaar voordat dit soort producten echt noodzakelijk zijn? Want ook, je kunt er gewoon niet meer het aantal mensen vinden die in de gezondheidszorg willen werken. Dit kun je toch niet meer gaan verdubbelen? Nee, iemand zei eens een keer tegen me, als je de huidige trend doortrekt, dan is over 20 jaar de ene helft van Amerika is chronisch ziek en de andere helft is nodig om ze te verplegen. Dus nee, dat werkt niet. Maar wat je ziet, dus geleidelijk aan beginnen dat soort technieken ingang te vinden. We hebben hier in Nederland bijvoorbeeld een samenwerking met Achmea opgezet. Dat is echt een strategische samenwerking waar we een aantal van die terreinen aan het onderzoeken zijn. En dat is gebeurd na een hele succesvolle pilot voor mensen die een chronische hartziekte hadden. Die een bypassoperatie gehad hebben of zo. Die dan naar huis kunnen, thuis onder toezicht kunnen blijven. En waar je ziet dat er medisch betere resultaten bereikt worden. Maar dat mensen het ook de kwaliteit van leven gewoon beter ervaren. Doordat ze sneller naar huis kunnen, hun eigen omgeving kunnen herstellen. En er is veel animo toch ook wel bij zorgverzekeraars bijvoorbeeld om dit soort technieken toe te passen. Maar het zijn altijd lange wegen, want dan moet het in een diagnostiek-behandelcombinatie moet het terechtkomen, want anders kan het niet vergoed worden. En die modus die malen dan weer wat langzamer. Dus dat gaat allemaal toch wel tijd kosten, maar het is onomkeerbaar een trend die eraan komt. Vanuit uw positie zitten die gezondheidszorgsystemen vol met bizarre inefficiencies over beloningen die hier, als je hier efficiëntie maakt, dat het daar beloond wordt. Is dat een groot probleem om bij Philips nieuwe technieken op de markt te brengen en daar ook geld uit te krijgen? Bijvoorbeeld dit laatste voorbeeld wat u zei, een patiënt kan inderdaad gewoon thuis met veel meer kwaliteit van leven kan die thuis zijn, kan veel beter gemonitord worden, maar voordat het vergoed wordt ben je zo 5 jaar of 10 jaar verder. Is techniek het probleem of is het onze stubborn organisatievorm het probleem? Nee, techniek is niet het probleem. Ik denk ook niet dat de organisatievorm nou weerbarstig of koppig is. Maar gezondheidszorg is gewoon een complex iets in iedere samenleving. Er zijn altijd een aantal partijen. De overheid speelt een belangrijke rol. De verzekeraars spelen een belangrijke rol. Gezondheidsinstellingen en de patiënt zelf. En dat moet je toch allemaal op één noemer zien te krijgen. En het probleem bij gezondheidszorg is een beetje dat gezondheidszorg eigenlijk in ieder land een klein beetje anders georganiseerd is. Ja, dus het is ook niet zo dat als je eenmaal een model hebt wat werkt, dat je dat model dan op kunt pakken en van Nederland naar Duitsland of naar Italië of naar China kunt brengen. Je zult iedere keer weer dat met de lokale partijen aan tafel moeten gaan zitten en uitvinden hoe werkt het dan daar. Zelfs als je de technologie hebt. Ik zeg, de technologie is de minste beperking die we hebben, maar het is iedere keer de toepassing in de lokale omstandigheden zodanig dat patiënt, behandelaar en degene die de rekening betaalt allemaal hetzelfde interesse hebben. Ja. Nou, hoe doen wij het daar in Nederland? Want uw stokpaardje is altijd dat wij toch gewoon de industriële productie toch de basis van alle welvaart. Hè? Maar u gaat zelf ook steeds meer naar een dienstensector toe. Laat Philips het licht maar verzorgen of laat Philips de diagnostisering maar verzorgen. Hoe doen wij dat in Nederland qua innovatie? U heeft overzicht over al die gezondheidssystemen van volkomen absurd in Amerika, maar wel enorm veel geld tot andere systemen hier in Europa. Nou, wij doen het in de gezondheidszorg in Nederland heel behoorlijk. Ik denk dat ook veel landen met interesse kijken naar een aantal van de ontwikkelingen die zich in Nederland hebben afgespeeld, met name de laatste jaren. Zoals? Nou, bijvoorbeeld het feit dat iedereen in één verzekeringssysteem zit. En dat het gewoon private insurance is, dus privéverzekering. Waar je ziet dat Amerika nu probeert eigenlijk wat wij net afgeschaft hebben, het ziekenfonds, probeert men daar weer in te voeren voor een bepaalde groep. Dus waar wij langzaam maar zeker naar een systeem van iets meer marktwerking. Ik weet niet of je ooit totale marktwerking in de gezondheidszorg kunt hebben, maar zeker aan de verzekeringskant iets meer marktwerking gegaan zijn, zie je dat Amerika misschien noodgedwongen van waar zij vandaan komen een stapje terugzet naar iets meer overheidsinterventie. Kwaliteit van de gezondheidszorg. In Amerika betaal je 17% van de economie gaat naar de gezondheidszorg. Hier 9 à 10. De uitkomsten bij ons zijn niet slechter. Patiënten worden op tijd behandeld, worden goed behandeld. Er is goede kwaliteit als er een ingreep gedaan wordt. Maar dit is dan Nederland en Amerika. Is er nog een ander systeem waarvan je zegt, dat is nou een inspirerend voorbeeld. Daar kijken wij naar als een voorbeeld voor een systeem waar we eigenlijk heen moeten? Ik bedoel, Frankrijk, Azië, Duitsland, andere? Ik denk, in zijn algemeenheid moeten we in Europa redelijk tevreden zijn over onze gezondheidszorgsystemen. Ze hebben allemaal op hun eigen manier hier en daar kleine mankementen. Ik denk het belangrijkste is, wat wij in Europa moeten leren, is toch dat we als patiënt zelf daar ook een verantwoordelijkheid in hebben. Natuurlijk, ik kan er niks aan doen als ik... We moeten leren suwen, net zoals de Amerikanen. Nee, dat vooral niet. Hè. Dat vooral niet, want dan gaan de kosten dus exponentieel omhoog.
Maar die eigen verantwoordelijkheid, hè, niet alles is ons bij de geboorte meegegeven. Ja, als ik geboren ben met een bepaalde constitutie, dan zal ik daar de rest van het leven mee moeten doen. Maar veel hangt toch ook af hoe we zelf met onze gezondheid omgaan. Wat we doen om een beetje op gewicht en een beetje fit te blijven, et cetera. In hoeverre we wel veel roken, veel drinken. Dat zijn allemaal dingen die daarin invloed hebben. Wat je in Azië ziet, en dat zie je bijvoorbeeld in Singapore, heeft een goed systeem. Maar daar is een belangrijke eigen bijdrage. En dat betekent dat mensen zelf een interesse hebben om te zorgen dat ze in ieder geval datgene wat gedaan kan worden om gezond te zijn, ook doen. Omdat ze er zelf een economisch belang bij hebben. En wij iets te makkelijk aannemen dat het collectief voor alles opdraait wat wij veroorzaken. Als we dan even kijken naar die andere tak, want dat is de consumentenelektronica, die eigenlijk waar wij allemaal files van kennen. Daar op een gegeven moment zit daar zo'n snijvlak op, zeker als consumenten op een gegeven moment zelf aan de bak gaan. Hoe gaat het met de ontwikkeling van de connected consumentenelektronica? Dus de tv die met internet wordt geconnecteerd en alle andere producten van Philips? Nou ja, voor ons is de consumentenportefeuille is een veel bredere dan alleen maar wat je in de strikte zin consumentenelektronica noemt. Dat begint met natuurlijk de producten die we hebben voor bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging. Of dat nou de scheerapparaten zijn of de haardrogers. De producten die we hebben voor het geven van voeding aan kinderen. Onze tandenborstels. Het is een brede portefeuille. En de harde, de klassieke elektronica, daar hebben wij hier en daar toch bewuste keuzes in gemaakt om dat op een aantal dingen wat minder te doen. We doen geen mobiele telefoons, we doen geen camcorders. Dat laten we graag een ander over. TV hebben we, met name in Europa, hebben we ontzettend veel succes met onze Ambilight reeks. Als ik kijk naar onze nieuwe Ambilight, onze 9000 series, op het ogenblik de best verkopende TV in Europa. Ja, dus dat gaat heel goed. We hebben super breedbeeld, 21:9 als eerste ingevoerd. Dus mensen die echt van dat is toch meer TV houden. Ja, dus gewoon een echte video op topkwaliteit, high definition, surround sound. De echte cinema ervaring brengen we thuis. We hebben NetTV ingevoerd met een aantal partners, ook in Nederland. Dus je zult naar de toekomst zien dat al onze top-tv's gewoon standaard een internetverbinding hebben. Zodat je ook vanuit je huiskamer al zeppend niet alleen van het ene kanaal naar het andere kunt, maar ook geruisloos overschakelen naar het internet en daar je informatie vandaan halen. Hoe lang gaat dat duren voordat in Amerika heb ik in ieder geval bij Samsung en bij Panasonic en bij Sony is de helft van alle middelexemplaren is al connected met internet. Hier in Europa is het nog veel en veel minder. Hoe lang gaat het duren voordat zeg maar 50% van de bevolking een connected TV heeft, of het nou via de Blu-ray is, of via een set-top box, of via de tv zelf? Ja, ik denk dat het heel snel gaat. Want het soort randapparaten, wat u noemt, dat zit bij ons ook allemaal aan de tv in Europa. Dus de mogelijkheden zijn er voor het merendeel van de tv-reeks om ze een verbinding te geven. Maar de echte net-tv heeft dan dat soort dingen niet meer nodig. Heeft gewoon standaard een breedband aansluiting en haalt daar of een tv-signaal of een internetsignaal vandaan. En ik denk dat die penetratie heel snel gaat, ook omdat die technologie natuurlijk gewoon goedkoper wordt en het dan bijna een standaard feature wordt van een top-tv. Op dat ogenblik, als we een connected TV hebben, dan wordt het ook weer interessant als een alternatief apparaat om ook weer met die gezondheidszorg te verbinden. Nou, dat gebeurt op dit moment al. Hè. Dus ik refereerde straks aan een proef die we hier met Achmea gedaan hebben. Daar hebben we breedband via de tv gebruikt om de patiënt met zijn dokter te laten communiceren, om gegevens, ook de dagelijkse gegevens, op te halen over bloeddruk, hartslag, et cetera, gewicht. En daar conclusies uit te trekken, adviezen te geven over het gedrag, over de voeding. Hoe beviel die ervaring? Die was heel positief, zowel aan de patiëntenkant als aan de behandelkant. Mensen kunnen eerder uit het ziekenhuis ontslagen worden. Dat betekent, en ziekenhuisdagen zijn gewoon duur. Maar mensen vinden het ook veel prettiger om in hun eigen
thuisomgeving verder op te knappen dan in een ziekenhuis te liggen. Heeft de tv nog een voordeel boven de pc? Maakt het dat, of was het alleen maar omdat oudere mensen daar relatief een hoger percentage waren? Ja, makkelijker. Alhoewel de penetratiegraad van pc's natuurlijk ook heel hoog is op het ogenblik. Maar het is makkelijker. Iedereen heeft in ieder geval een tv. En dat is de makkelijkste aansluiting. TV geeft ook mogelijkheden om de interface makkelijker te maken. Omdat je hebt een groot scherm en je kunt mensen gewoon op het scherm vertellen. Dus je kunt het van afstand doen. Je kunt met afstandsbediening kan je het gewoon doen. Dus je hebt niet dat, je hoeft geen PC-freak te zijn om daarmee om te gaan. Het moet echt foolproof zijn. Dus Philips Sensor Simplicity, ook in dat opzicht. Die blijft wel hangen, hè? Dat is wel heel oud, is die kreet al? Van, Ja, ik geloof dat hij nu 7 jaar oud is. Het is met bepaalde dingen, het was tijd om het in de koppen te krijgen. En dan blijft het gelukkig lang hangen. Dus we gaan er ook lekker mee door. Want het is echt een Googliaanse. We zijn nog lang niet zo simpel als we zijn. Laten we even buiten Philips kijken als laatste. En dat is, ik ben lid van het innovatieplatform. Hè? Een corporate polderpoging om innovatie van bovenaf ook te injecteren in het systeem. Wat zijn uw ervaringen daarin geweest? Met uw pleidooien om meer naar de maakindustrie te gaan, de kinderen harder te laten studeren en dat soort zaken. Nou, we willen de kinderen niet noodzakelijk harder laten studeren, maar we zullen de kans geven om veel te studeren, omdat we natuurlijk een goed opgeleide beroepsbevolking nodig hebben. En in Nederland, ten opzichte van onze omringende landen, het opleidingspeil gewoon iets lager is. We geven ook aanzienlijk minder uit aan onderwijs. Hè? En we hebben er dus ook voor gepleit om dat te verhogen. Dat zullen we weer gaan doen, ook in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Dan komt er weer een pleidooi om toch vooral in kennis te investeren. Ik denk dat dat de basis is. We hebben zeker niet geprobeerd om van bovenaf innovatie te regelen, want zo werkt het niet. Je moet wel van bovenaf condities creëren, zodat mensen gestimuleerd worden om te innoveren. Dat er een draagvlak is voor nieuwe dingen. Dat mensen ook, dat we een samenleving zijn en een markt hebben waarin mensen geïnteresseerd zijn in nieuwe dingen. En u zit al jarenlang in dat innovatieplatform. Hè? Dat was echt een Finnisch model, was het oorspronkelijk. En toen werd het wel heel gauw weer een Nederlands poldermodel. U spendeert daar tijd in, dagen in, pleidooien van. Wat is het effect nu, als u nu de rekening opmaakt? Dat is heel moeilijk te beoordelen. Ik denk dat één ding wat je zeker kunt zien, sinds de start van het innovatieplatform staat innovatie in ieder geval op de kaart in Nederland. In de zin dat innovatie een onderwerp is waarover gesproken wordt en waaraan gewerkt wordt. Niet alleen door het innovatieplatform onder leiding van onze premier, maar iedere provincie heeft een innovatieplatform. Iedere zichzelf respecterende regio heeft een innovatieplatform. En ik denk dat het heel belangrijk is dat aan de basis, en ik zie dat bijvoorbeeld bij Brainport in Eindhoven, wat zo'n lokaal initiatief is, rondom de regio Zuidoost-Brabant, dat bedrijven, kennisinstellingen en de lokale overheid elkaar vinden in initiatieven en er dus gewoon dingen van de grond komen. Echt gewoon dingen van de grond komen. Ik heb soms het idee, het is een beetje innovatie-betuwe-lijnachtig. Dat het echt gewoon, het duurt allemaal 3 keer zo lang, kost 3 keer zoveel, levert 3 keer zo weinig op en de mensen die erin zitten zijn gefrustreerd. Dat laatste zou best kunnen, maar dat komt omdat mensen die willen innoveren altijd gefrustreerd zijn omdat het niet hard genoeg gaat. Maar het zijn geen betuwe-lijnen, want we doen geen gigaprojecten. We proberen gewoon de mensen aan de basis te helpen om elkaar te vinden en dat soms met wat beleid te stimuleren. Zoals kennisvouchers voor het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld. Sleutelgebieden bijvoorbeeld. Er is niet veel geld naartoe gegaan. Er is wel wat geld naartoe gegaan om het te faciliteren. Maar de eis aan sleutelgebieden was, organiseer jezelf. Leg aan ons uit waarom je het verdient om een sleutelgebied te zijn, op basis van de potentie naar de toekomst toe die je hebt samen en het feit dat je jezelf organiseert tussen de verschillende partijen in het publiek-private veld om nieuwe ontwikkelingen te doen. Als een soort seal of approval. Ja. Maar in Korea, als de overheid ook maar enigszins kijkt naar een gebied en zegt wij vinden dit belangrijk, gaat de hele industrie, die pakt zijn boeltje. Dat was een beetje de jaren 60 in Nederland. Nu, als de Nederlandse overheid zegt wij vinden dit belangrijk, dan zeggen de bedrijven hoeveel geld heeft u en dan gaan we wel aan het werk. Ik bedoel, heeft dat nog, kan dit, deze innovatie nog gestimuleerd worden door de Nederlandse overheid? Dat kan en wij zouden er sterk voor pleiten om dat ook nadrukkelijk te doen. Kijk, de referentie aan de jaren 60 is altijd een hele gevaarlijke. Ja, maar dat was industriepolitiek om oude industrie in leven te houden. Ja, dat ging er, we moeten de scheepsbouw redden, de dingen van gisteren.
En natuurlijk, er worden vandaag ook nog schepen gebouwd, maar niet meer op de manier zoals we het in de 60. Wij hebben fantastische jachten met 80 miljoen euro. Als je een jacht wil hebben, dan moet je Nederland zijn. Dan zijn wij wereldkampioen. Maar het is dus naar voren kijken waar je kansen liggen en veranderen. En als je naar Azië gaat, het innovatieplatform is recent in Singapore en in Japan geweest. En heeft hij gezien dat ook naar nieuwe gebieden toe, daar wel degelijk, ik wil niet zeggen van bovenaf gestuurd wordt, maar dat men de partijen bij elkaar brengt en zegt van, wat zijn naar de toekomst toe de interessante gebieden waar wij een rol in zouden kunnen spelen. Wij met onze economie, met onze bedrijven, met onze universiteiten en kennisinstituten. En daar wordt dan toch wel iets zwaarder op ingezet dan bij ons, ook in de regiefunctie. En in die zin pleit ik nog steeds voor een wat nadrukkelijker industriebeleid ook in Nederland. We zijn er heel voorzichtig weer naartoe gegaan. Niet de oude industrie in leven houden, maar die elegant laten sterven, zei u het wel, geloof ik. Maar de nieuwe... Nou, dat moet je ook. Dus, want als je iets probeert vast te houden, dan maak je veranderen moeilijk. En je moet de industrie vooral helpen. De industrie die wil best veranderen, altijd. Ja, die wil moderniseren. Maar dan moet je dat ook wel faciliteren. En niet star proberen vast te houden aan, we hadden nou zoveel arbeidsplaatsen in dit type industrie en dat moet altijd zo blijven. Dat kan niet. Dat moet veranderen. En die flexibiliteit moeten we als samenleving hebben, die moeten we als economie hebben. En dan heeft een modern industriebeleid ook goede kans van slagen. Nou, eens kijken of we dat in de volgende verkiezingen komen. Even nog over, Nederland is voor u één vlekje, hè, op de kaart. U vertelt wel eens, u doet een rondje wereld, hè, op een dag. Hoe werkt dat? Oh nee, maar dat doen we elektronisch. Hè. Dan gaan we, dan volgen we de zon met de videoconferentiesystemen. En dan beginnen we bij spreken in China. Van China gaan we naar India. Van India gaan we naar Rusland en van Rusland naar Brazilië. En dan hebben we de BRIC, zoals dat heet, hebben we gewoon in een dag gedaan. Zonder dat we met z'n allen in vliegtuigen de wereld rondgaan en een hele hoop CO2 uitstoten. Dus, reist ook echt minder? En waardoor is dat veroorzaakt? Ja, dat heeft natuurlijk voor een deel het afgelopen jaar ook te maken met het feit dat in de crisis dan probeer je kosten te besparen. Maar dan ontdek je ook hoe goed vandaag in de dag de elektronische hulpmiddelen zijn. Jaren geleden spraken we ook over videoconferencing, maar dan viel het de helft van de tijd viel het uit. Zeker als je een gecompliceerde verbinding met meerdere deelnemers had. Maar vandaag de dag, die technologie die werkt perfect. Ik heb de afgelopen dagen heb ik met groepjes uit onze top 100 heb ik 5-6 videochats gedaan. Gewoon ieder achter zijn computer. Met groepjes van een man of 10 overal in de wereld. En het werkt gewoon. Iedereen kan inloggen. Iedereen kan zeggen wat hij wil zeggen. En je hebt in een uurtje heb je met 10 van je talentvolle medewerkers, heb je door een aantal issues gesproken die je in het bedrijf toch even op een rijtje wil hebben, waarvoor je feedback wil hebben. En het stelt je ook als management in staat om veel beter verbonden te zijn. En zonder dat je in een vliegtuig springt en ergens in de wereld ook andere mensen naar een locatie toe laat komen en daar een dag in een vergaderkamer gaat zitten. Het gaat allemaal heel snel, heel vlug. Instant feedback. 3 maanden wachten voor een afspraak, inderdaad. Als we nou even kijken, iets verder over deze technologie. Alle consumenten zijn nu bezig om op YouTube te kijken, met Flickr-foto's, met bookmarks te delen. 350 miljoen mensen zitten op Facebook, Hives. Community denken, makkelijk met elkaar samenwerken. Binnen bedrijven is dat nogal eens een issue. En tussen bedrijven en hun klanten is dat helemaal een issue. Hè? Als ik kijk van, ik kan er niets vinden, ik heb geprobeerd te vinden, een enorme, om te kijken, is er een goede community te vinden? Is er een goede community te vinden van Philips klanten met het bedrijf? Hè? Is er een Facebook voor Philips, intern en extern? En samen te werken met klanten aan nieuwe producten, binnen het bedrijf op een originele manier te werken aan nieuwe producten. Is de consument op dit ogenblik niet veel verder dan de corporates? En hoe denkt u dat in de komende tijd zich gaat ontwikkelen? Nou, ik denk de gemiddelde klant van Philips nog niet, maar binnen die doelgroep, natuurlijk met name de jongeren in die doelgroep, zeker wel. Wij denken dat we daar toch redelijke stappen in maken. We hebben net van Microsoft een innovatie award gekregen. Omdat wij een van de weinige corporates zijn die enkele van hun nieuwste technologieën voor community creëren. Als eerste toepassen. We zitten in een van hun beta-tests. Dat is dan dat video gebeuren? Of? Ja, maar ook dus webcommunities maken. We gebruiken LinkedIn als een gereedschap om communities te maken.
Aan de lightingkant zijn we bezig. Naar buiten de organisatie dus ook? Binnen en naar buiten. Naar buiten de organisatie, bijvoorbeeld aan de lightingkant, is voor ons heel belangrijk om zeg maar, eigenlijk dagelijks on speaking terms te zijn met architecten en interior designers, stedenbouwkundigen. En dat moet een dagelijks dialoog bijna kunnen zijn, om te weten wat die mensen bezighoudt, hoe ze denken, hoe ze naar verlichting kijken. Dus daar zijn we een community aan het opzetten. We hebben YouTube als gebruikt om filmpjes op te zetten. En krijgen er dan ook reacties van gebruikers op die hun eigen filmpjes gaan maken voor weken. Normaal heb je distributeurs en dienstverleners allemaal ertussen, lagen ertussen. Ja, dus die conversatie die komt heel langzaam op gang. In de fysieke goederenstroom zit daar natuurlijk de distributie en zit daar de detailhandel tussen. Maar in de communicatie met de klant, en vroeger liep die communicatie eigenlijk langs dezelfde lijn. En communiceerden wij niet met onze klant, maar communiceerde de handel met onze klanten of met hun klanten. En wij communiceren nu ook via een YouTube, via een Google rechtstreeks met een aantal van die klanten over bepaalde problemen. Maar toch, mijn hele huis staat vol met Philips producten. Hè? Dus ik heb zo'n MBI-2C, ik heb ook een internetradio. Ik heb een heleboel producten van Philips. Ik heb echt, als ik nou zeg, is er nou een leuke, interessante Facebook-connectie met Philips, waarbij ik geprikkeld word, uitgenodigd, waarbij ze me kennen, waarbij ze me een mooie nieuwsbrief geven, waar ik continu word herinnerd aan. Dat is nog echt heel erg weinig ontwikkeld, terwijl die tools toch al heel lang bezig zijn. Hoe komt zoiets? Is zo'n bedrijf niet gewend om naar buiten toe te communiceren? Is wel behalve wel broadcasten, maar conversaties elektronisch. Wel gewend om naar buiten toe te communiceren, maar niet op die moderne manier. Omdat er natuurlijk aan veel van die toepassingen ook een beetje de koudwatervrees zit. Van wat betekent dat allemaal voor de manier waarop ik wel of niet in staat ben de communicatie over mijn bedrijf te controleren. De vraag is hoeveel je daar uiteindelijk van moet willen controleren. Want mensen zeggen toch over jouw producten wat ze zelf willen. Beter maar doen op een plek waar je zelf ook aanwezig bent. Maar dat zijn dingen die moet je leren ontdekken. En ik denk dat op dit moment hebben wij een club enthousiaste jonge mensen hier ook zitten in onze marketing. En ik denk dat wat dat betreft in onze marketing ook heel veel gebeurd is. Die zich met dit soort gereedschap bezighouden. Die op die websites komen, zien wat er gebeurd wordt. We hebben bijvoorbeeld, dat is niet een van de meest roemruchte, maar het is wel een leuk voorbeeld. We hadden natuurlijk een gigantische recall met Senseo. Hè? Een van de grootste die we gehad hebben. Nou, je moest kijken wat daar allemaal niet gegoogeld is en gedaan is. Maar ook door ons. Hè? Dus wij konden precies volgen wat daar gezegd werd. Hebben zelf ook in die communicatie meegedaan om mensen te zorgen dat mensen niet onnodig ongerust waren, met hun product terugkwamen. En als je kijkt hoe bij die actie van moderne media gebruikt is, dan heeft dat ons een enorme stap helpen maken. Dus een crisis is eigenlijk geweldig. Never waste a good crisis. Even over uzelf als laatste. Wel eens een filmpje op YouTube gezet? Nee. Eigen LinkedIn profiel waar je zelf wel eens komt? Nee, dat heb ik ook niet. Okay, zit u op Hives of Facebook of een ander sociaal netwerk? Nee, niet als persoon extern. Nee. U doet wel videoconferencing. Heeft u ook een mobiel bij de hand waar u eigen e-mail op checkt? Ik check altijd mijn eigen e-mail en mensen krijgen van mij ook direct antwoord. Wat voor mobiel heeft u? Wij gebruiken BlackBerry. Nog andere moderne tools die u zelf gebruikt op dit gebied? Nou, voornamelijk in het bedrijf. Dus de BlackBerry, het is de PC. Wij zijn allemaal, mijn collega's en ik, mensen die bijna instant onze eigen mail doen. We gebruiken het voor webchat. We telefoneren via het internet. We zijn echt wel flinke stappen aan het maken die toch een hele stuk vooruit zijn van de klassieke corporate die we misschien een aantal jaren geleden waren. Dank u wel.